Net als vorig jaar hebben we vanuit UNO een digitale kerst- en nieuwjaarsgroet voor onze klanten, partners en leveranciers. Dank allemaal voor jullie vertrouwen. Dankzij dat vertrouwen konden we met onze ruim 50 UNO-collega's zorgen dat de IT voor meer dan 300 klanten en in totaal 6000 endpoints goed bleef draaien. En natuurlijk waren er uitdagingen. 2021 is wederom een bijzonder coronajaar geworden, waar we vanuit kantoor hebben gewerkt, maar ook vanuit huis. Eén conclusie kunnen we wel trekken. Hybride werken, krijgt een heel permanent karakter. En wat ons betreft liggen de uitdagingen voor 2022 ook in het verlengde daarvan. Komend jaar gaan we ook onze klanten weer verder helpen met hun digitale reis. En dat doen we door de business en de IT verder op elkaar aan te laten sluiten. En dat doen we in eerste instantie vanuit strategie. Grip op je digitale toekomst met een IT-roadmap. Zo zorg je ervoor dat de IT voor jou blijft werken in plaats van andersom. Een tweede is functioneel gebied. We willen de digitale slagvaardigheid van jullie medewerkers verder vergroten door trainingen en begeleiding. En uiteraard vanuit de techniek. Het hybride werk dat vraagt om zowel nieuwe oplossingen als een andere aanpak in de beveiliging. Wij zorgen ervoor dat jullie altijd beschikken over de beste beveiligingsoplossingen. Wij wensen jullie en iedereen om je heen een hele mooie afsluiting van het jaar en veel gezondheid en succes toe in 2022. Proost. Proost.